Goedendag allemaal en welkom wederom bij een nieuw filmpje op mijn kanaal. Mijn naam is Arnold de Gans en ik neem jullie graag een stukje mee op mijn ontdekkingsreis door deze wonderbaarlijke wereld van Warhammer. En ik heb weer wat nieuws binnengekregen vanuit Greenstuff World. Nou ja, iets nieuws. Het is mij de tweede. Carrying case die ik gehaald heb. Er zijn heel veel merken op de markt die dit soort dingen leveren. Maar dit vind ik op het oog, want dit is de enige die ik heb geen andere. Op het oog vond ik dit de meest praktische en de meest handige. En, niet onbelangrijk, ook een van de goedkoopste. Nog geen 15 euro, dan heb je hem thuis. Ik zal hem even uitpakken en dan gaan we gewoon eens kijken hoe dit er allemaal uitziet van binnen. Als ik tegen jullie zeg plug and play, dan hebben we het over computers en zo. Maar dit is plug foam en dat is toch net even anders. Mooi logootje voorop, Greenstuff World. En er is een nadeel van ik de Greenstuff World covers vind, dat ze allemaal hetzelfde uitzien. Hele mooie blauwe rand, dat dan weer wel. Twee mooie ritsen. Nou ja, één rits met twee van deze dingen erop. Maak hem open. Mooi handvat. Wat kan blijven staan, maar wat je ook keurig weer plat kan maken. Maar het had mooi geweest als hier iets van een kaartjeshouder of zo op zou zitten, zodat je kon vermelden wat erin zat. Want als je net als mij Necromunda legertjes maakt, dan ga je wel meerdere van deze carrying cases hebben uiteindelijk. We maken hem open. Wat gaan we aantreffen? Een dikke mat, helemaal voorgesneden, zoals je kunt zien. Allemaal vierkante centimeters. Met aan de onderkant een plaklaag. Twee dekplaatjes. Aan de binnenkant van het deksel een netje waar je dingen in kan doen. Die kun je er ook uithalen. Dan kun je bijvoorbeeld, stel je bijvoorbeeld, die wil je bij je hebben. Kun je erin stoppen. Of het zakje met die dobbelstenen dat je bij wil hebben. Ik weet nog niet of ik dat zou gaan doen, want ik heb er twee legers in zitten. En als je er twee legers in hebt, dan heb je best wel ruimte nodig om dicht te kunnen maken. Nou, ik heb persoonlijk ervoor gekozen om deze twee helften, om het zo maar te zeggen. Je hebt twee van deze kantjes. Om die allebei te gebruiken voor een eigen leger. Ik heb er één kant helemaal losgemaakt rondom. Dit heb ik gelaten zoals het was. En heb ik er één opgeplakt. Waardoor je dus eigenlijk een soort van tray krijgt. Met bodem. En eentje heb ik losgelaten. Want die andere, deze dus, heb ik losgemaakt en aan de binnenkant er volledig ingeplakt. Daar heb ik eruit gehaald. Dan kan ik deze gebruiken als afscheiding voor de volgende. Want die komt aan de binnenkant zo te zitten. Ik denk niet dat ik duidelijk ben. Weet je wat? Ik ga die andere pakken. Dat is het lekker makkelijk. En dit is degene waar ik al legers in heb zitten.
Dat is de één. Dat is gewoon een treetje. En dat is de andere. Zie je? Dat is de losse deksel, zeg maar, die ik er dan op zit. En ik heb aan de onderkant, als ik de deksel even erop zet, aan de onderkant, kun je zien, heb ik die andere geplakt. Dat dit als het ware gewoon een losse tray is waar je spulletjes in hebt zitten. En ik heb hier dus de Asher in zitten. En aan de andere kant heb ik de Cult zitten. Op elkaar. En heb ik deze erin zitten. Maar als je hem dicht doet, dan zie ik niet echt de ruimte om hier ook dat werk in te doen. Dus deze ik gebruik hem niet. Ik zou hem er eigenlijk uit kunnen halen, maar goed. Waarom moet ik hem dan weer laten? En op deze manier past het prima. Op elkaar. Ik zou graag meerdere kleuren willen hebben. Dat wordt makkelijk. Of ik moet nog iets verzinnen om hier een naamkaartje op te doen. Zodat ik altijd kan zien dat in deze de Cults en de Asher zitten. En dan die andere, de Goliath en de Dulac en nou, noem maar op. Nou, dat is even heel in het kort de carrier case van Greenstove World. Die denk ik later even zien. Hoe het eruit ziet, hoe het werkt. Hoe het werkt is vrij simpel. Stel, ik wil hier nog een poppetje bij maken. Er komt toch eentje binnenkort aan. Dan haal je gewoon die eruit. Klaar. En je hebt weer ruimte. Is simpel. Nou, ik zou niet weten wat ik hier verder nog over zou kunnen vertellen. Behalve dat deze dingetjes je niet weg moet doen. Want als je deze afplukt, kun je dit ook mooi gebruiken om in verf te dopen en random een soort van roestplekjes te creëren op whatever. Dus dit materiaal altijd bewaren. Nou, dat was een klein zijtipje. De carry case van Greenstove World. Dat was hem. Poppetjes gezien. Koffertje dicht. Groetjes. Hoi hoi.